Ik ben nu een 4 meter lange lens in het hooi aan het steken. Er zit een scherp mesje aan. En die geven door de temperatuur aan mijn kastje, wat wij zo af kunnen lezen. Hoe warm het hooi is. In dit geval is er niets aan de hand. Door dit soort controles zijn vorig jaar 25 tot 30 hooibranden voorkomen. De boer is dan ook blij met de hulp. Die controle is een goed werk. Want bij tijd en wijle treedt hooibroei op. En als je dat niet van tevoren in de gaten hebt, dan kun je grote problemen krijgen. Ondanks de controles gaat het regelmatig mis, zoals hier eerder dit jaar in Velddriel. De brandweer was dagenlang bezig om het broeiende en brandende hooi uit te rijden en te blussen. Bij dit soort branden loopt de schade al snel in de honderdduizenden euro's. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Je hebt tegenwoordig twee mogelijkheden. Bij twijfel kun je het in de folie doen, is goed weer, maak je hooi. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt, maar er zijn toch mensen die willen per se hooi hebben. Dus die drijven dat door en die worden bang gemaakt door het weer. En dan gaat het naar binnen en dat zijn de gevaarlijke voor ons. Het hooi bij Boer van Wel is keurig droog. De inspecteur kan dan ook door naar het volgende bedrijf.